Terwijl de meeste boeren uit het gebied vertrokken zijn, breidt Jan de Goeie zijn natuurboerderij juist uit. In nauwe samenwerking met natuurbeheer gaat de Goeie zich naast de veehouderij steeds meer richten op natuurbeheer in het polderlandschap van Oukoop. Voordeel met natuur is dat je krijgt we gaan in de slootkant een natuur creëren en daar krijgen we voeding voor. Dus ik krijg een tweede poot onder mijn bedrijf. En we werken al samen met Staalsbosbeheer. Meer dan de helft van onze grond die huren we al van Staalsbosbeheer. Dus we weten bijna precies wat het allemaal in gaat houden. En daarom zie ik het helemaal zitten. Ik sta er 100% achter. Het project Nieuwe Natuur in Polder Oukoop is vandaag officieel van start gegaan met de onthulling van een plaquette door staatssecretaris Bleker. Waarna begonnen is met de beplanting van de slootkant van het gebied. Volgens mij is dit echt wel genieten voor boeren, hoor, dit soort dingen. Dit is geen geitenwolle sokkenboeren, dit is gewoon heel modern boeren. Combineren van gangbaar high-tech boeren aan de ene kant en natuur produceren aan de andere kant. Dus je hebt wat beperkingen met het gebruik van de gronden. Aan de andere kant heb je wel hele mooie mogelijkheden om hier voor allerlei soorten, voor de otter enzovoort, voorwaarden te creëren. Nou ja, dat is dit is ook slim boeren. Kijk, vroeger was het zo dat je was een slimme boer als je veel tonnen of veel melk produceerde. Maar nu ben je soms ook slimme boer als je dat doet en tegelijkertijd dit soort dingen doet.